al onze mogelijkheden, maar ook onze beperkingen worden bepaald door dat brein. Of we ons man of vrouw voelen, onze seksuele oriëntatie, ons IQ, het wordt allemaal vastgelegd heel vroeg in die hersenontwikkeling. En het bepaalt de rest van ons leven. En je kunt allerlei organen transplanteren tegenwoordig. En als je naar de gehandicapte sport kijkt, dan zie je dat mensen allerlei ledematen kunnen missen, maar nog steeds dezelfde sterke persoonlijkheid kunnen zijn. Maar één klein littekentje in het brein kan je tot een ander mens maken. En dat geeft aan hoe belangrijk dat orgaan is. Ik doe onderzoek naar de eerste veranderingen bij de ziekte van Alzheimer en onderzoek naar depressie en zelfmoord. Nou, ik denk dat dit twee hele grote problemen zijn voor de volksgezondheid en voor het plezierig functioneren van mensen. Depressie komt voor bij zo'n 16% van de mensen als je over het gehele leven kijkt. Dat is veel, 16%. En de ziekte van Alzheimer komt voor bij 35% van de mensen. Maar als je onder de microscoop kijkt, dan is het eigenlijk bij de meeste mensen boven de 75 al begonnen. Dus dat is een enorm probleem bij de vergrijzing die we meemaken op dit moment. Alzheimer was de reden in feite om de Nederlandse Hersenbank op te richten. Je hoopt dat je die ziekte wat uit kan stellen, zodat je kan overlijden aan iets anders met een helder hoofd en je beslissingen tot het laatste moment nemen. Dat is belangrijk. Nou, het meest trots ben ik op het instituut als zodanig, wat vol zit met jonge en slimme mensen die goed onderzoek doen en iedere dag met iets nieuws komen. En dat is het leuke van dit soort werk.